Ik heb net een nieuw pak tarotkaarten. Ik kan jullie toekomst voorspellen. Oh ja! Oh, ja! Ja! Het is Madame Lucie. Oh. Laurie, jij maakt een lange reis over een plas. Misschien neemt Bobby me mee naar Italië. Hij werkt tenslotte al een tijdje in die pizzeria. Lola, het universum opent voor jouw deuren. Vertel me liever iets wat ik niet weet. Luen, jij krijgt binnenkort de wind van voren. Dat is tarot, zeg! Dat is een goeie. Auw! Larry Cook, die voorspellingen zijn toch helemaal niet specifiek? Lisa, jij doet een geweldige wetenschappelijke ontdekking voordat je vandaag het park binnengaat. Is dat specifiek genoeg? Specifiek? Ja, waarschijnlijk nee. Als vrouw der wetenschap kan ik dit hele gedoe niet serieus nemen. Tja, de kaarten liegen niet. En de laatste is... Lincoln. Wat zegt de kaart? Zeg, wie wil er voetbal spelen? Lucie, kom op, zeg het nou! Best. Jouw dag in het park eindigt in... een drama. Oh, een radiozender met dramatische muziek. Spannend! 10 minuten voor plassen en snacken. Als jullie langer wegblijven, garandeer ik niet dat ik blijf wachten. Ga je niet mee? Nee, ik blijf in de auto. Och, je bent toch niet bang voor Lucy's flauwe voorspellingen, of wel? Dat was letterlijk heel gênant. Het was ook letterlijk wat ik je voorspeld had. Jij maakt een lange reis over een plas. Dus ik ga niet naar Italië? Rustig, Lincoln. Dat is gewoon stom toevallig. Zeg het maar even als je wil uitblazen, pap. Dat is een goeie, lieverd. Jouw humor is zo luchtig. Oh, sorry, lieverd. Je vader is ook zo'n blaaskaak. En dit heb ik ook voorspeld. Jij krijgt de wind van voren. Gewoon toeval voor de tweede keer. We zullen zien. Oh, dank u, Mr. Universe. Het universum opende een deur voor mij. En dat is nummer 3. Lisa? Ja, het is puur toevallig. Hoge nood, hoge nood. Achteraan slijten, sussie. Zo lang kan ik niet wachten. Geen hoge nood, geen hoge nood. Niets te doen. Deze laarzen zijn het helemaal. Oh, ik vond geld op de wc. Precies wat ik voorspeld had. Lin, je geduld wordt op de proef gesteld. Leni, jij gaat verliefd worden. Lana, jij zal stinkend rijk worden. Wat zal ik zeggen? De kaarten liggen niet. Vraag je, waar liggen de eerste hulpkits? Oh, Lincoln, toe. Dat is doodgewoon toeval. Dat is overdreven. En dat is volledig over de top. Stinkers, ja. Rijk, nee. Het gaat om kwaliteit, niet om hoeveelheid. Oh, yeah? De snoepautomaat gaf me gewoon een extra zakje chips. Het mooiste in het leven is gratis, gasten. Jij zal dubbel beloond worden. Oh, Lincoln, toe. Je zet jezelf verschut. Ik doe alleen maar verstandig. Ik doe alleen maar verstandig. Lucie zei dat mijn dag eindigt in een drama en al haar voorspellingen kwamen tot nu toe uit. Bij mijne niet. Ik heb mijn wetenschappelijke ontdekking nog niet gedaan. Wacht eens even, dat is waar. Oké, kinders, welkom bij het Groot Vertier Nationaal Park. Kom op, mensen, doorgaan, doorgaan. Lincoln, waarom loop je te duwen? Ja, hoezo die haast? We zijn letterlijk de enige mensen hier. Als wij in het park zijn voordat Lisa een ontdekking doet, betekent dat dat de voorspellingen van Lucie onzin zijn en ik veilig ben. Yes, we zijn binnen. Wetenschap 1, middeleeuwse hocus pocus 0. Toch, Lies? Lies? Lisa, schiet nou op. Ga naar binnen. Sorry, ik wilde het hoofdstuk uitlezen. Alle wetenschappelijke studies op een stokje. Een uil met een hertengewei. Lucie, ik geef toe dat jouw paragnost-voorspellingen griezelig accuraat zijn. En nu ga ik dit fascinerende wezen aan de boswachter laten zien. Ik zie je straks, Lincoln. Of misschien ook niet. Yes! Ik krijg die dramatische muziekzender op mijn mobiel. Ah! Ik haat Halloween. Ik ben gek op Halloween. Mooi nepbloed, Lisa. Voeg nog wat alles binnertoe voor iets meer stevigheid. Hey, Loes, kijk als een pompoen is. Wat vind je ervan?
Meer bloed hier. Nog een paar japen op deze. Nog één tand weg. En wat meer kwel op die korsten. Hoofdwond wat vochtiger. Halloween is een beetje bizar met een griezelig meisje als jij. Ja, ik ben zo blij dat mam je eindelijk je spookmeisterhof laat doen. Ja, ik ook. Hier heb ik mijn hele leven op gewacht. En ook in mijn vorige levens. Fantastisch uithangbord, Luin. Precies de goede mix van mais en bloed. Ah, mais. Het was eerst wel flink zoeken, maar het is gemaakt met bloed, zweet en tranen. Yes, een triple. Jullie vinden vaak van niet, maar deze grap had toch wel wat pit. Snap je? Zucht. Bedankt voor jullie harde werken. Dit wordt echt de beste Halloween aller tijden. Ik ben zo enthousiast. Oké, allemaal. Klaarstaan. Hoe is dat? Nog niet echt. Er moet een ledemaat af, denk ik. Nee, Lucy, nee! Heer Lin, vergeet je kettingzaag niet. Een beetje huisgemaakt bloed en we kunnen van start. Je bent een echte prof, liever. Dit had ik je eerder moeten laten doen. Dat is oké, mam. Ik ben erg blij dat ik nu mijn kans krijg. Ik kan me haast niet inhouden, zo blij ben ik. Weet ik, lieverd. Je kan het aan je hele gezicht zien. Ik kan letterlijk jouw bloed wel drinken. Er mist nog iets. Fleer, hier. Als je het meer authentiek wilt hebben, kan hij je nek bijten. Nee, ik bedoel, dit is goed. Wow. Wacht even, Luan. Meer littekens op jouw monster. Dat is zoveel hechter. Snap je? Geen woordgrappen straks. Ziet er goed uit, Leni, maar vergeet dit niet. Waarom moet ik er zo bleek uitzien? Omdat ze je hebben onthoofd. Nou, dan zou ik nog steeds wat blush op doen. Klaar om te rocken, o meesteres van de nacht. Zak een octaaf en probeer het in D-mineur. Dat is de griezeligste toonsoort. Oké, meiden. Het familie Harry Spookmais Doolhof is nu officieel open. Laat die geel maar komen, mensen. Meiden, wat is er gebeurd? Waarom zijn de straten helemaal leeg? En waarom haalden jullie het doolhof weg? Niemand kan opdagen. Al mijn werk is voor niets. Niet een enkele geel. Zucht. Niemand kwam opdagen? Waarom niet? Omdat twee grote stinkers langskwamen en alles hebben verpest. Ja, ze wc rolden de bomen en braken alle pompoenen. En het ergste, ze stalen iedereen zijn snoep. En met de hoeveelheid snoep die ik had, is dat een grote diefstal. Twee grote stinkers? Dat zijn toch niet die twee die wij tegenkwamen, of wel? Echt niet, Clyde. Er zijn veel grote stinkers in onze buurt. Klopt. Ik vergeet nooit het geluid van hun domme lach. Wacht, hadden die twee niet een domme lach? Clyde, heel veel mensen hebben een domme lach. Klopt. En ik vergeet echt nooit die enge babymaskers. Wacht, hadden die twee... Oké, Clyde, ze waren het. Allerheilige avond, oftewel Halloween, is geheel ter ziele. Misdaden die jullie pleegden vannacht blijven niet onbestraft. Oogst wat jullie zaaiden. Bloed! Ik moet kotsen! Als jij moet kotsen, moet ik ook kotsen! We komen nooit meer weg terug! Vet gedrukt! Bedankt, meiden. We hebben die twee stickers wel een mooi lesje geleerd. Nee, jullie bedankt dat je ze hierheen bracht. Jullie hebben mijn Halloween gemaakt. Ik was nog nooit zo gelukkig. Zucht. Ik stuurde mijn beste gedicht naar de Transylvanië-opinie. Ze wilden het niet. Ik heb het dus niet in me om dichter te zijn. Je eerste afwijzingsbrief, hè? Nou, kom maar mee naar mijn kantoor. Ik wil je wat laten zien. Kijk, dit zijn mijn afwijzingsbrieven. Het is net een doodskist voor je dromen. Het hoort bij het creatieve leven. Je kunt niet gelijk al naar de top schieten. Toen ik jouw leeftijd was, begon ik onderaan de ladder.
en trad ik op voor onze huisdieren. Wat zei de hond na het eten van een kauwplak? Dat had een bijt! Wauw, stug volk. Stoute Charles! Ik voel me een stuk beter. Jij weet zoveel, Luen. Misschien kan jij helpen om een succesvol dichter te worden. Och ja, ik kan het al lyrisch proberen. Ik bedoel, ik heb ervaring in het coachen. We zijn vast een goed couplet. Oké, bijna klaar om in het openbaar voor te dragen. Maar eerst moet je een dikke huid krijgen. Zwaarmoedige nacht voor een triest ochtendgloren. De zon komt weldra op, maar mijn vreugde is verloren. Dit wil ik helemaal niet. Het is voor haar eigen bestwil. Ik doe wel voor hoe het moet. Dat gedicht is vreselijk. Ik word meer geraakt door de scheten van Lin. Oh, dankjewel. Je ruikt vreemd, je haar zit verkeerd en ik zal je niet aanbevelen bij mijn vrienden. Vals, klein en blond, jij leest mij de les. Maar wat weet jij nou? Jij bent pas 6. Oeh ja, keren goed. Lucy, het is tijd om te gaan toeren. Waarom kon Timmy niet fietsen? Omdat hij een goudvis was? Dank u. Mag ik nu uw aandacht voor onze gastdichteres, Lucy Harry? Zij maakt het u rijmend naar de zin. Het eind is daar. Vergeet de hoop. Oh. Probeer misschien een andere. Je moet weten wie je publiek is. Ode aan, papap. Ik vind het nu al goed. Zachte blik en een ankertattoo. Eet niet veel, maar wel een toetje toe. Oranje bretels, elke dag. Het raakt je hart met slechts zijn lach. Nou, Loes, ik vind dat je klaar bent om solo te gaan. Maar als je ooit ergens vragen over hebt, kom gerust naar me toe. Dank je, Luen. Je bent de beste mentor ooit. Lieverd, Lucy glimlacht. Pak de camera. Luen, ik probeer je steeds in te halen. Ik heb geweldig nieuws. Mijn poëzielerares organiseert een dichtfestival en heeft mij gevraagd om mee te doen. Dat is echt geweldig. Te gek. Het wordt gehouden in het Royal Woods Theater. Dat meen je niet. Ik ben heel erg nerveus over mijn voordracht morgen. Help me stemoefeningen. Ik ken een oneindige kreun. Kreun. Ja, doe dat. Dat is prima. Welke soort zwart is het beste voor de voordracht, denk je? Eeuwige droefheid of lege tombe? Weet ik veel, eeuwige tombe? Ik las dat goed oogcontact maken met het publiek belangrijk is. Hoe is dit? Is dit beter? Oké, kom van je bed. Wat? Jij gaat naar dat festival. Ik zou gaan voor de lege tombe. Je houdt eeuwige droefheid omhoog. Luen, ik begrijp het niet. Hoe zit het? Wat voor mentor zou ik nou helemaal zijn als ik jou die kans zou laten missen? Luister, sorry dat ik eerst zo jaloers was. Jij hebt dit verdiend. Dank je, Luen. Lieverd, Lucy, knuffelt iemand. Pak de camera. Dames en heren, onze volgende dichteres, Lucy Harry. Dit gedicht is voor de persoon die me tot hier bracht. Mijn grote zus Luen. As was mijn droom. Hoop leek naar de knoppen. Totdat liefde kwam. Met raad, gelaagd met moppen. Waarheen leidt mijn pad? Ik weet niet waar. Maar rijst twijfel bij mij? Dan kijk ik naar haar. Zometeen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Vampieren van Melancholie. Nu komt het, Edwin. Een heel nieuw seizoen van onze favoriete serie. Die wil ik zo graag zien, samen met jou. Hallo, schatten! Wat doen jullie twee hier? De droomboot is op maandagavond, weet je nog? De komen voor VBM! 1. Noem het alsjeblieft niet zo. En 2. Jullie hadden nooit interesse in mijn serie. Waarom nu op... Daar is hij! Wow, dit huis is echt ziek. Oh, Big Friendly! Wie?
Hij is letterlijk de leukste acteur die er is. Wist je niet dat hij een nieuw karakter zou worden in TVM? Zucht. Het heet. Yo, is er iemand thuis? Waarom is hij letterlijk zo hemels? Jakkes! Wie is die enge vent? Dat is Edwin. Hij is de hoofdpersoon. Hey, ome Eddie! Wie is dan mijn achterneef? Wat een verrassing. Zo'n schat. Je ziet zo dat hij een geweldig vriendje zou zijn. Wat gebeurt hier toch? Zeg. Wacht, wie is zij? Griselda, de andere hoofdrolspeler. Zij is nu op een quest naar de onderwereld. Als jullie de serie vanaf het begin hadden gevolgd... Waarom zijn haar tanden puntig? Wacht, zijn tanden zijn ook puntig. Omdat het vampieren zijn. Volgende week een nieuwe aflevering van Vampieren van Melancholie. Dat was letterlijk geweldig. Abso, dit wordt zeker weten helemaal ons nieuwe vrijdagavondding. Laurie, ik, jij en VVM. Het heet Vampieren van Melancholie. Ik moet hier een eind aan maken. Hey meiden, nu we alle drie VVM'ers zijn, moeten jullie meedoen met de superleuke pre-show rituelen. Rituelen? Ja, fandingen om lekker in de vampierstemming te komen. Jullie vinden het vast te gek. Eerst moet je in stijl gaan met een complete vampier makeover. Eeuw, moeten we er echt zo ziekig uitzien? Tja, het is heel belangrijk om de serie te kunnen zien. Maar als je het niks vindt en toch liever weer naar de droomboot gaat zitten kijken. Doe niet zo belachelijk. Kom op, Leni, het is een goede contouroefening. Moet je eens kijken hoe hun konen uitkomen. Goed punt! Wacht. Had ik nog van Halloween? Kijk, ik ben Tristan's rare oude oom. Nu moet je de wereld zien vanuit vampierperspectief. Ik krijg last van migraine. Ja, en ik krijg hoofdpijn. Wacht, leg daar onder de bank mijn sandaal die ik kwijt was. En de ring die je kwijt was. En Lucy, hier zijn je enge poppen. Geef ze hier. Dit moeten we elke week doen. Dan raken we nooit meer iets kwijt. Zucht. Nu moet je de serie kijken zoals vampieren doen. In een van deze. Dit geeft nul steun in je lage wervels. En het is ook nog eens heel slecht voor je rug. Ik kan hier toch niet een uur in doorbrengen? Wacht, ik heb een idee. Decoratieve kussens. Ze geven steun en ze zijn super hip. Oh, en de deksel is leuk als tv-salontafel. Nu komt het, Edwin. Tijd om te zien of ons protest werkte. Wie is er klaar voor VVM? We hebben t-shirts gemaakt. Team Tristan. Geen zorgen, we hebben Team Edwin-shirts voor jullie. Oh, dank je. Het is cool, ome Eddie. Ik maak even gewoon een selfie. Wat? Tristan? Nee! Oh nee, niet Tristan. Wat erg. Laurie, Leni. Het is dus wel te laat. Ik heb het verpest. Zucht. Dus Lisa wilde mijn gebruikte tissues en, nou ja... Snak. Laurie, Leni. Kijk alsjeblieft Vampieren van Melancholie met me. Dat willen jullie nu vast niet meer nu Tristan weg is. Maar de waarheid is dat ik samen met jullie wil zijn. Natuurlijk willen we dat. Tristan was wel de reden dat we gingen kijken. Maar de reden dat we bleven is omdat het leuk is om met jou te kijken. Ja, weet je, we hebben net vampierthema snacks gekocht voor vanavond. Ik heb knoflookbrood, dat klopt toch? Nou, eigenlijk, laat ook maar. Het is perfect. Kom op. Het spijt me ontzettend, Bertrand. Wie gaat mij vervangen als voorzitter? Ja. Ik heb echter mijn opvolger al gekozen. Zij heeft het echt verdiend. Dus welkom aan onze nieuwe voorzitter. Haiku. Zwaarmoedig morgen allemaal. Ik heb een mededeling. Ik heb nagedacht en ook ik wil graag kandidaat zijn voor het voorzitterschap. Wat? Ik denk dat ik het goed zou doen. Ga maar na.
Wie blijft er altijd en zorgt dat de ontleedhangen opgeruimd zijn? En wie bedacht ons groepsmotto? Blijf cool met gevoel. Wie voerde ons team aan in de grafdelvercompetitie? Ja, dat klopt. Jij groeit bijna 3 meter. Ja, Lucy, je hebt je zaak zeer goed bepleit. Wat dacht je hiervan? Na schooltijd komt de club bijeen en zullen we erover gaan stemmen. Hoi, Lien. Oh, hoi, Lucy. En, wat zei Bertram? We gaan vanavond stemmen. Hé, dat is gaaf. Nee, dat is niet gaaf. Haiku en ik hebben 3 stemmen. Dus Bertrands stem zal de doorslag geven. En hij kiest natuurlijk weer voor Haiku. Oh man, wat rottig, Lucy. Maar je hebt wel je best gedaan. Ik kan nu niet opgeven. Haiku weet niet wat goed is voor de club. En ik wel. Jammer dat je niet nog een lid hebt die op jou kan stemmen. Kom op nou, Lucy. Je normie broertje. Maar ik ben net zo verrast als jij. Oké dan. Als nieuw lid zijnde neem ik aan dat hij mee mag stemmen in onze verkiezing. Ik stem op mijn zus. Bedankt. Oh, wauw. Dan heb ik gewonnen. Je kent onze schoolmascotte in mijn ochtend-sidekick, Riki de Haan? Met de gebroken halskwap en ook met een kunsthart en de jicht. Ja, hij ging naar de grote scheur in de lucht. Gecondoleerd met het verlies, Clyde. Dank je. Ik kan niet geloven dat hij gisteren nog dit deed met mijn arm. Ah, ik mis hem zo. Weet je, de jeugduitvaartclub kan een uitvaart houden voor Riki. Om hem te eren. Ik bedoel, nu ik de voorzitter ben, ik bespreek het wel op onze bijeenkomst. Hé, waar is iedereen? Ik heb groot nieuws. We gaan Riki's uitvaart plannen. Sorry, Lucy. Iedereen is gestopt. Wat? Ja, dit is hun rol. Je hebt hun verraden door het voorzitterschap te stelen. Nou, dan zullen jij en ik Riki's uitvaart zelf moeten organiseren. En als ze zien hoe mooi het is gedaan, beseffen ze dat ik het verdien om voorzitter te zijn. Ik weet niet of dat de oplossing is. Kom mee, we hebben nog veel te doen. Mijn laatste gift aan Riki is dat ik hem ten hemel stuur. Hierin. Eindelijk zal hij de vreugde van het vliegen ervaren. Een slinger blijven? Wat? Tijd om naar huis te gaan, lieve prins. Het ga je goed. Hij hoorde naar de grote schuur in de lucht te gaan. Maar jij gooit hem op de 10 uur vlucht naar Cincinnati. Ja, dat kan niet meer. Nee. Oh, dit is afschuwelijk. Echt. Oh, echt een uitvaart, zeg. Wacht, ga niet weg. Blijf nou, het spijt me, jongens. Deze uitvaart was een complete ramp en dat is allemaal mijn fout. Ik ben duidelijk niet de geweldige voorzitter die ik dacht te zijn. En het spijt me dat ik Lincoln lid liet worden. Dat was heel goedkoop. Maar weten jullie, het ergste is, Riki verdiende een beter afscheid dan dit. Snik. Weet je, Lucy, misschien kunnen we zijn uitvaart nog wel redden. Echt waar? Een voorzitter kan niet alles in zijn eentje doen. Uiteindelijk zijn we een club. Kom, we nemen goed afscheid van Riki. Precies op cue. Ik heb om een gunst gevraagd voor de finale. Riki, Riki de Haan. Het is zo echt dat jij moet gaan. Goede moed gaf je continu. In gedachten hoor ik jou. Kukulu, kukulu. Vlieg uit naar het hemelspel. Kom op, alle mensen, wens Rik een vaarwel. Het is zo smaakvol. Wat een geweldige jeugduitvaartclubgroepsprestatie. Maar het was Haiku die de zaak echt gered heeft. Weet je, ik denk dat Bertrand het al die tijd goed had. Jij moet voorzitter zijn. Oh, weet ik niet. Wat dacht je van 2 co-voorzitters? Jij en ik, samenwerken. Dat wordt een goed team. Deze Haiku heb ik net gemaakt. Hij is mooi. En dat is denk ik een reus idee. Ik geniet zo van onze nachtwandelingen, Fleer. Meiden, dit ziet er zo goed uit! We moeten letterlijk interieurontwerpers worden. Hoi, meiden. Waarom verven jullie de badkamer in mijn minst favoriete kleur? We hebben gestemd in de broer-zusvergadering, dat weet je toch nog wel? Goed, met wat ik aan verf vond in de garage, zijn dit de opties. Roze of zwart? Wie is er voor roze? Ik! Fijn, we zijn unaniem. Het wordt roze.
Zucht. Tja, ik was er niet. Alleen, zoals gewoonlijk, had niemand het door. Oh, kom op! Overdrijf je nu niet? Oeps, sorry. Ik zag je daar niet staan. O, geesten, ik roep u op. Ah! Wat? Nee, dat heeft ze niet gedaan. O, geesten, ik roep u op. Oké, stuur eerst de verkenningsvalken om de vuurkracht van de vijand te bepalen. O, geesten. Rustig op stuurboord en roei, roei, roei. Oké, als jij iemand waar is... Meiden, kan het wat zachter? Ik probeer contact te... Oh, kijk. Deze kist was van onze oma Harriet. Zij was best een coole dame. Zie je? Oeh, wat is dit? Het oude boek der spreuken. Wow. Als ik niet tot mijn familie doordring, kan wat magie dat misschien wel. Sluip langs bedjes als een prof. Strooi op kussens toverstof. Bij dageraad geldt dan met klem dat ze luisteren naar mijn stem. Hoi, meiden. Yes. Nu zal alles in dit huis gaan veranderen. Goed, het volgende punt. Badkamer overschilderen. Wie tegen zwart is, zegt nee. Niemand? Het wordt zwart. Lori, lieverd, het is vast niet het einde van de wereld. Wat is dat met dat stilzwijgen, Lori? Denk je dat je beter bent dan wij? Bekijk het maar. Vriendschap over. Maak je niet druk. Je kunt altijd optrekken met je oude moeder. Doe mee met mijn boekenclub. Ik heb het verpest, oma Harriet. Ik wilde hun levens niet ruïneren. Ik hoop dat de spreuk ongedaan gemaakt kan worden. Snak, een spreuk verdwijnt alleen probaat als het effect op jou overgaat. Wow. Ik nam met een spreuk al jullie stemmen weg. Het spijt me heel erg, maar geen paniek. Ik kan het fixen door de spreuk op mezelf toe te passen. Ja, dan zou ik nooit meer spreken, maar dat verdien ik wel na. Waarom lachen jullie? Je wilt dat ik een taart ga glazuren? Ik heb jullie stemmen niet weggenomen. Waarom praten jullie dan niet? Jullie verloren je stem bij pap-pap's shuffleboardwedstrijd. Oké, maar het spijt me even goed van die spreuken. Ook al werkten ze dan niet. Ik had meer moeite moeten doen om te zeggen hoe ik me voelde. Het spijt ons ook. We proberen niet meer over je heen te lopen. Oké. Bedankt, Leni. Wat? Oh, mijn serie komt nu. Willen jullie ook kijken? Dat is super. Ik kom er zo aan. Ik moet eerst even iets regelen. Nou, lieve oma Harriet, het boek der spreuk heeft achteraf toch niet gewerkt. Maar dat is niet erg, want ik heb alsnog een behoorlijk magisch resultaat gekregen.